Zo, hallo truckers, daar zijn we weer. Vandaag rijd ik even met de gratis Scania R van Berg, een DTM mods. Gaan we even een ritje doen vanuit Hamburg. De trailer had ik al aangekoppeld of ingeladen net. Aangekoppeld nog niet. Zo, kunnen we vertrekken. Open pijp is van Altruc Tuning 1.44. De trailer is gewoon standaard in-game. En natuurlijk de Big XL Sunvisor, de gratis Sunvisor. En de Big Lightbox gratis versie. Als je trouwens deze truck bouwt met de PGRS aan en hij knalt er soms uit, dat je spel uitknalt, probeer dan eens eerst de open pijp uit te zetten, heel je truck te bouwen en als je dan gaat rijden, dan ga je even je spel uit, dan ga je even je open pijp aanzetten, dan moet je het dan nog eens proberen. Dat heb ik vaak, dat hij er gewoon uitknalt als ik de lage cabine wil selecteren, omdat ik dan een open pijp aan heb staan. Dan ben ik wel benieuwd naar of dat andere mensen dat ook hebben.
En je mag natuurlijk ook een reactie achterlaten hoe jullie de gratis skin vinden. Zegt, ik vind de skinmod heel erg mooi gemaakt. Ik vind het waard. Een donatie mag je natuurlijk altijd geven. Via PayPal of TippyStream. Ik kijk het wel eventjes aan. Als er af en toe wat binnenkomt, zeg maar, aan donaties, dan blijf ik af en toe een gratis skin weggeven. Ja, en als er helemaal niks binnenkomt, dan ga ik dat niet heel veel doen. Dat kost ontiegelijk veel tijd om een nette skin te maken. Snel wat in elkaar flansen, maar zo zijn er al voldoende. En als die mod dan open is en je bekijkt hem even, zo'n template eruit ziet, met de lijnen die allemaal schots en scheef lopen, en het ziet er werkelijk waar vaak niet uit. En ik probeer altijd mijn skins in 8K te maken. Dat ze er heel mooi en strak uitzien. En daar gaat dus ook een hoop tijd in zitten.
apparaat, jongens. Goeiedag zeg. Die banden die. Ik vind het zelf sowieso een hele mooie skin. Dus ik hoor graag jullie reacties wat jullie daarvan vinden. Of dat jullie dat met mij eens zijn. Dat we hem weer netjes in één keer kunnen parkeren. Een beetje scheef vooruit. We doen het ervoor. Nou, ik zou zeggen, laat het me even weten wat jullie ervan vinden. En tot de volgende, jongens. Nou, hier zie je de ProMods. De icons, de trailer tuning, dus nog van 1.43, die werkt nog gewoon. En wat camera mods, de truck accessoires pack van Steam. Ik heb altijd veel te veel aanstaan. Nou, hier zie je de drie mods. De skin mod, de open pijp en de PGRS. Dus de Altruc open pijp, zeg maar, die moet altijd boven de PGRS. Als je zo gaat bouwen en dan knalt eruit je game, zet deze dan even uit. Als je klaar bent met bouwen, kom je weer hier terug en zet je hem weer aan. Net boven de PGRS. En dan probeer je het weer op te starten. En dan doet hij het gewoon. Bij mij wel althans. Dus, laat maar weten hoe dat bij jullie gaat. Alvast bedankt.
En tot de volgende.